Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Welkom op mijn kanaal. Ik ga jullie vandaag iets laten zien. Het is niet extreem, maar een klein beetje extreem. Zoals jullie dat zo vinden. Dit is pens van lams. Ik heb dit gekocht bij de slager in Den Haag. Pens van de lams. En dit, hiervan ga ik lekker sambal maken. Heerlijk. Ik heb hem goed uitgewassen. Ze maken het schoon en dan verkopen ze het. Hè? Daar heb ik gekocht in Den Haag. En dan heb ik het goed gewassen. Dan ga ik hem een beetje uitkoken. Dat een klein snijden, dat ik lekker sambal maken. Ik ga jullie alles laten zien, lieve mensen. Hoe lekker de sambal wordt. Jammer dat jullie niet kan proeven. Je hebt geitenpens, je hebt rundpens, je hebt varkenpens, maar ik heb lamspens. Dit is echt lamspens. Dan ga ik dit een beetje uitkoken. Niet uitkoken, een beetje in warm water zetten. Dan ga ik hem fijn snijden. Water is aan het koken. Het is mooi gekookt. Ik heb een klein beetje zout erin gezet. Dan ga ik de pens één voor één erin zetten. Zo. Dan ga ik hem even draaien. Een beetje draaien. Dan ga ik een beetje halve citroen erin zetten. Uitpersen erin. Dan maak je een beetje in de warm water. Ietsje langer sudderen. Dan ga ik hem straks lekker sambal maken ervan in curry. Yum yum. Dan kan je dit met dal, met sambal eten, op droge rijst. Wauw, heerlijk. Lieve mensen, goed begrepen is lamspens. Nou, hij is klaar. Dan ga ik hem overgieten in koud water. Even de pan spoelen. Lieve mensen, mag ik een tip geven? Als je kip, vlees of wat voor vlees dan ook, als je was, nooit in warm water. Niet met warm water. Altijd met koud water wassen. Dan zijn de bacteriën gaan ze doden met koud water. Gaan alle bacteriën dood. Kunnen jullie van mij leren. Dat. Zo. Hij ruikt lekker. Hij stinkt niet. Hij stonk ook niet hoor. En dit is de buitenkant. Zo ziet hij eruit. Heel schoon. Te maken. Maar ze verkopen bij de slager ook zo schoon hoor. Dus probeer het maar om te kopen. Je krijgt het niet makkelijk, maar meestal moet je ook bestellen hè, bij de slager. Zo, lieve mensen, ga ik mijn pens nu snijden. In stukjes. Dat doe ik zo. Hoeft dit helemaal klein hoor. Anders is het niet lekker. Je moet iets proeven. Als je iets koud onder je tanden, dan moet je ook proeven wat je koud. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Gewoon niet van kleine stukjes.
Dus zo doe ik dat. Wat een lekker heerlijke gerecht hoor. Lamspens heet het. Lamspens. Het stinkt niet, is niet vies. Het is schoon. Alleen jij moet weten hoe je dat schoon maakt en hoe je dat koopt. Dat is het. En als je deze soort dingen wilt kopen, moet je altijd bij de slager vragen. Vooral in Den Haag. Daar ga je alles krijgen. Zie je? Heerlijk. Dan wil je niet weten hoe lekker gaat het worden straks in die... Ik ga een masala klaarmaken, hè, lieve mensen. Lekker droog. Hij is lekker zacht ook, hè. Dit mooi lekker fijn gesneden een beetje. Dan ga ik hem nog een keer goed wassen. Goed uitknijpen. Zo. En dat is helemaal goed. Hij ruikt helemaal niet. Heerlijk. Dit wordt smullen vandaag hoor, lieve kijkers. Om de water uit te laten druipen. Het is helemaal schoon, lieve kijkers. Lieve mensen van me. Ik krijg er nu al watertanden van, want ik hou van dit. Daarom. Mijn olie is al heet. Dan ga ik mijn uienknoflook een beetje bakken. Die heb ik al geblend. Zo. Lekker. Wordt een sweetie gerecht. Sweetie, sweetie. Heel sweetie lekker. Intussen heb ik mijn peper, vierpeper al gestampt. Dan kan ik erin mengen. Een beetje doorbakken. En dan komt de rest van de ingrediënten erin. Mijn lieve kijkers. Op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Mijn kruiden is al mooi gebakken. Knoflook, uien en peper. Een halve eetlepel doksa masala zetten erin. Zo, halve hoor. En dan meng ik een beetje halve lepel normale arpa masala. Dan ga ik die mooi bakken tot op smaak. Zo. Ziet er lekker uit. Zoals ik zei, lieve mensen, ik hou niet van tomatensaus. Veel mensen koken dat, dat mag. Het hangt vanaf hoe. Waarvan en wat, waarvan je houdt. Als je ziet dat de olie zo borrelt, dat wil zeggen hij is al klaar. Hij is goed. Alles mooi gemengd in die curry, in die kruiden. En mooi gebakken. Dan kan je je gerechten erin zetten. Het is met alle eten zo. Maar als je ziet dat het nog niet borrelt, dan moet je nog niet zetten. Want dan is de specerij nog niet goed gekookt. En dan ga ik mijn pens erin zetten. En sambal. Kijk. Zo lekker. En ook niet op hoge vuur hoor. Medium vuur. Als je op hoge vuur gaat dingen spoken eten, dan brandt het allemaal. En dan krijg je de smaak niet zo goed. Dat is een trucje wat ik jullie leer. Nooit op grote vuur eten koken snel, 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 snel. Geduld hebben, lief insteken, liefde. Dan heb je lekker eten. Dan zet ik een stukje, een klein beetje limoen erin. Dat moet.
altijd doen bij deze. Niet veel hoor, een halve. Dan ga ik een halve theelepel met de peper mengen. En dan ga ik een halve theelepel tempoer zetten. En een halve theelepel laos. En een halve theelepel gemalen laurierblad. En dan ga je zout zetten, een beetje. Een halve eetlepel sojasaus. Dan mag je lekker gaan zudderen op zachte vuur. Lekker intrekken. Dit zijn eten van vroegere ouderwetse tijd, weet je. Pens eten, darm eten, lever van varken en van laams. Bera zeggen ze dat in Suriname, of van bakri. Bakri noemen ze in Nederland geit, kassie, bok, noemen ze dat. Dus, dit is onze ouderwetse eten. Heel lekker. Zo, lieve mensen, kijk, hij is lekker aan het koken. Zo, lieve mensen, dit was mijn sambal van de pen van de lams. Ik heb lekker gekookt en ik hoop dat mijn lieve mensen dat gaat ook uitproberen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Tot ziens, bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ga afkomt met de video presentatie. Subscribe kanaal, like kanaal, comments dinaal, notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.